Het wordt gebruikt door de Nederlandse roeiers. Caroline Forijn, wereldkampioen. Olympisch kampioen schaatsen Niels van der Poel denkt dat hij er sneller van gaat. Wereldrecord, Olympisch record, alle records sneuvelen. En een van de beste wielrenners ter wereld, Wout van Aert, hoopt er zondag de Ronde van Vlaanderen mee te winnen. Met bakpoeder. Misschien heb je het zelf ook wel eens gebruikt om een cake te bakken bijvoorbeeld, of koekjes. Maar je kan er nog veel meer mee. Schoonmaken bijvoorbeeld. Je kunt je toilet ermee poetsen. Komt allemaal door het middeltje bicarbonaat dat erin zit. En daar ga je dus ook beter van sporten. Daar weet sportwetenschapper Matthias Verstralen meer van. Bicarbonaat zorgt er eigenlijk voor dat verzuring in de spieren, het pijnige gevoel tijdens het hardlopen, wordt uitgesteld. Waardoor dat je veel harder kan eindsprinten, zoals bijvoorbeeld Wout van Aert of zoals onze roeiers, zodat ze die verzuring verder kunnen uitstellen. Dat bakpoeder goed werkt, dat was al langer bekend. Er was alleen één probleem. Als je er heel veel van neemt, en dat moet als sporter, dan zit je vervolgens de hele dag op het toilet. Maar daar hebben ze nu iets op bedacht. Ah. Het bakpoeder is heel zout. Hè? Daar kan je maag helemaal niet zo goed tegen. Hè? Dus daar hebben we nu een oplossing op bedacht, dat we die korrels, die het eigenlijk zijn, in een suikerachtige yoghurt doen, waardoor enkel het zoete van die yoghurt in aanraking komt met de maag, waardoor onze maag daar heel veel beter tegen kan en de korrels wel meteen worden opgenomen. Ja, handig voor topsporters misschien, maar heb jij er ook iets aan? Met de piepjestest bijvoorbeeld? Nee, voor kinderen gaat het helemaal geen verschil maken. Voor kinderen is het belangrijk van gezond te blijven eten en leven, van veel aan sport te doen, gevarieerd te bewegen. En daar heb je helemaal geen bakpoeder voor nodig. Dan kan je dat bakpoeder dus maar beter gebruiken om wereldkampioen cakebakker te worden.